Museum Het Valkhof is ontstaan in 1998. Twee oudere Nijmeegse musea gingen samen en verhuisden naar het spiksplinternieuwe gebouw aan het Kelfkesbos. Die twee musea waren Museum Kan, dat volledig gewijd was aan archeologie, en Museum Commanderie van Sint-Jan, dat zich had toegelegd op oude en hedendaagse kunst. Op 14 september 1999 werd de nieuwbouw geopend door koningin Beatrix. En sindsdien bezoeken gemiddeld zo'n 100.000 bezoekers per jaar het museum. Vorige week zondag stond het museum even helemaal in het teken van uw schatten. Die u kon laten beoordelen door de taxateurs van Schatgraven. Heeft u bij zich? Ik heb een ongelukje gehad. Ja. Hij heeft een ongelukje gehad? Ja, twee mooie borden had ze bij haar. En ze laat de tas vallen. En de duurste borden stuk. Dat meen u niet. Ja. Nou, ik had mijn tas in de handen. Ja. En ik heb er twee borden in zitten. Waarvan ik dacht, van, die heb ik al vanaf dat ik nog een hele jonge vrouw was. Mijn kinderen nog klein waren, zal ik zeggen. Maar ik laat zo de tas uit mijn handen vallen. Dus precies juist het bord waar ik eigenlijk... Mag ik te scherp zien? Ik maak er een beetje moed in. Nou, misschien. Dat heeft ze nodig. Geluk, dacht ik dus ook nog. Dus. Ja, misschien kunnen ze wel vertellen, een beetje de achtergrond. Maar de waarde kachelt nog wel achteruit op het moment dat het misgaat. Kijk maar daar wat van. Ja. Kijk, ja, ik zie het. Hij is van 17. Ja, ik zie het, Engeland. En dan moet dit er nog hem. Aan en dit. Het is wat. En dan, dan krijgen we dit. Goh, wat een pech heeft u. Nou, ik hoop dat u verder wel een prettige dag krijgt. Dat is verder, naar mijn gevoel, ik kan dat heel goed omdraaien. Van, als zou het zo zijn dat het iets moois was, dan scherven brengen geluk. Dus het komt goed. Ja, we kijken naar een tafereel waar we... Ja, dat is alweer een tijdje achter ons langzamerhand. De kerststal. Maar het is een beetje een bijzondere kerststal. Hij is van u. Is dit uw kerststal? Bent u hiermee groot geworden? Ja, ik ben hiermee opgegroeid samen met mijn zusjes. En elk jaar kocht mijn vader een beeldje bij. En toen ik klein was, waren er alleen Maria, Jozef, de ezel en het kindje... En langzaam werd hij steeds groter. Er kwam er steeds meer volk bij. Ja. En nou is het een hele gezellige samenkomst zo. Ja. Inclusief de drie koningen erbij. Wat het een beetje bijzonder maakt, is dat het woord hummel opduikt hierbij. Hè? Zeker. Voor de Nederlandse kijker is de hummel is altijd een begrip. Is dat hè? Dat is, zijn de beeldjes die gemaakt zijn bij de firma Goebel in de buurt van München, Beieren. En daar zijn dus deze figuren ook tot stand gekomen. En er zijn veel hummelverzamelaars in Nederland. Maar een kerststal, zo fraai als dit, is een veel schaarser artikel. En je zegt dan van, het is nu al wat verder in het seizoen. Maar ik vind dit nou een kerststal, die kun je 365 dagen wel naar kijken. Zo aardig is het. Ja. Gemaakt na de Tweede Wereldoorlog, kan ook niet anders. Want uw vader die kocht elke jaar... een aantrekkelijk beeldje erbij. Ja, in de jaren 60.
jaren 60 moeten we dit ook dateren. Je ziet ook aan de merken die eronder staan. Maar het is zo prachtig vertaald naar kinderlijke figuren. Hè? Ja. De Maria is een kindje, de Jozef is een kindje en het kindje zelf is natuurlijk een heel erg kindje. Maar het is gewoon prachtig. En wat maakt dat Hummel zo bijzonder? Ja, er is toch de aandoenlijkheid, de kwetsbaarheid, de toegankelijkheid. Het is gewoon heel erg liefelijk. Dat is misschien het juiste woord. Ja. Wat bij deze beelden van Goebbels, bij Hummel dus hoort. Ja, en dat kan je natuurlijk, dat komt dan helemaal goed tot uiting in een kerststal. Hè, waar, dat is toch een beetje emotie waar je naar kijkt. Zeker, hè? Dat is ook wel gebleken. Dat u dat zo met veel emotie vertelt. Ja. Het is een hele bijzondere kerststal die je niet dagelijks ziet. Nou is het voor verzamelaars, zou je zeggen, van die willen, verzamelaars van Hummel willen graag zo'n kerststal nog in de collectie hebben. Maar er zijn wat minder verzamelaars gekomen. Dus daar waar in het verleden de prijzen wat hoger waren, is dat nu ietsjes gezakt. Ja. Als ik daar de prijs van mag noemen, dan zou ik nu zeggen dat de waarde ongeveer 600 tot 700 euro is. Van deze kerststal? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. En dat is dan, dit is een set ook, hè? Inclusief dus... Inclusief het houten plankjes, ja. 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 Ik heb hier een biscuitbeeld. Ja, biscuit is natuurlijk niet wat je uit de koekfabriek haalt, maar in dit geval is het biscuit en dat noemen ze ongeglazuurd wit porselein. En we zien hier dan ook twee aardige uitgevoerde worstelaars en die zijn met elkaar driftig in gevecht. En dan denk je al gauw, dit is erg mooi uitgevoerd, dat zal ongetwijfeld ook een merk op staan. En of in ieder geval van de kunstenaar, maar niets minder waar. Want er staat helemaal niets op, ook niet onder, nergens. En dan ga je toch eens even wat beter kijken naar zo'n beeld. En dan zie ik bijvoorbeeld hier aan de zijkant van deze meneer dat de gietnaad is helemaal niet bijgewerkt. En dat is natuurlijk iets dat als iemand een dergelijk, toch wel een leuk beeld om te zien, maakt, dat hij aangesproken zou worden op het feit van, ja, maar je gaat toch niet een beeld uitvoeren en je werkt de gietnaad niet eens bij. Nou, het is een ongesigneerd biscuitbeeld, beslist niet onaardig, maar geen hoge waarde. Dus hou het op een 100, misschien 100, 125 euro, dan houdt het op. Maar ik vind het toch leuk om te zien. U zit er gezellig bij. Waar heeft u hoop op gevestigd? Dat we een flinke prijs hebben. Nee, ja. Maar wat heeft u? Wat heeft u bij u? Ja, een schilderij en nog een schilderij. Nou, laten we een schilderij zien. Er staat wel een naam, maar ik kom daar niet. Ik wil gewoon weten of het wel wat is. Ik denk het niet. Ik weet het niet. Maar hij staat achter het schot. Achter, boven. Vinden we ervan? Nou, nee. Ik heb ze mooier gezien. Jij hebt ze mooier gezien. Nou, dat gaat niet de goede kant op. Ja, als ik dit nou wel hoor, dan... Nou. We kijken naar een heel mooi, bijna delicaat beeld, vind ik. Ik ben helemaal geen kenner. En in eerste instantie denk je gelijk brons, ivoor of het Zwits, weet ik niet. Het is van u. En ik heb van u begrepen, dit is er één van twee, hè? Ja, dat klopt. Ik heb er nog eentje, een mannetje en een console. Waar ze op staan? Waar ze op staan, ja. Ja. En hoe komt u er weer aan? Ik heb het geërfd van mijn ouders. En ik weet niet beter dat het bij mijn ouders aan de muur heeft gehangen. Stond er altijd? Stond er altijd. En ik denk dat het van mijn vaders kant afkomt. Ja, ja. Is het een beetje religieus? Of dat is het helemaal niet, hè? Nee. Nee? Nee. Ik vind het wel een heel mooi dingetje, moet ik zeggen. En jij ook, denk ik. Ja, mooi. Jazeker. Ja, dit is gemaakt door de beeldhouwer Omer. Daar staat hier onderop, Omer. De initiale G voor Georges Omer. En dat is een
Een beeldhouwer die in de traditie van die vroege 20e eeuw, zo rond 1920, dit beeldje gemaakt heeft. Heel erg aanhakend bij de Art Deco, Art Nouveau beelden van bijvoorbeeld mensen als Chipa Rus, wat echt een hele beroemde beeldhouwer, een Roemeens-Franse beeldhouwer is die in die stijl gewerkt heeft. Hij heeft veel onderwerpen gemaakt die inderdaad wat klassiek en wat historiserend zijn, waar je niet direct zeg maar die Roaring Twenties in ziet. Het is niet Art Deco wat je hier ziet. Ja, en wat we daarbij zien is, je begon eigenlijk te zeggen brons en ivoor. Ja. Nou ja, dat is ook de manier waarop dat soort kunstenaars werkten en hij ook. Alleen, het waren natuurlijk ook commerciële mensen die gewoon hun producten wilden verkopen. En er waren dus ook edities van hun beelden in goedkopere materialen verkrijgbaar. Eigenlijk precies hetzelfde, alleen goedkoper. Goedkoper, ja. Ja. En voor wat betreft de brons of metalen onderdelen heb je natuurlijk de mal waarin je dat giet. En dat kan dan brons zijn wat je erin giet, maar dat kan ook een legering zijn. Een legering met loodtoevoeging in dit geval erin. De onderkant is dan ook duidelijk te zien dat daar een grijze ondertoon in het metaal naar voren komt. En daar is dan een vergoldingslaag overheen gebracht. Zoals je ook brons zou vergulden, zou patineren. Alleen aan de buitenkant zien we dat dan vervolgens niet meer. En dat geldt dan ook voor wat ik dacht dat misschien wel ivoor zou kunnen zijn. Wat ivoor zou kunnen zijn, is in dit geval geen ivoor. Dat is prijzig, ja. En in dit geval is het geen ivoor. Dit is porselein. Een zogenoemd biscuit gebakken porselein. Daar zit dus geen glazuurlaag overheen. En dat matte effect ervan, dat doet heel erg denken aan ivoor. Dus dit is, laten we zeggen, de budgetuitvoering. Ja, daar komt het een beetje op neer. Goed, wat apart. En dan mag je aannemen dat die andere, die zal precies hetzelfde zo zijn. Die heeft ook bronsachtig uiterlijk en ook dat je denkt de handen en het gezicht zijn van ivoor. Ja. Het is wel de moeite waard om dat te checken trouwens. Hè? Want voor hetzelfde geld is die wel de dure uitvoering. Okay. Maar als dit, het is wel door een kunstenaar gemaakt. Jij kent die kunstenaar ook, dus het is wel een mooi ding. Ja. Ik weet niet, wat is het dan toch waard? Ondanks het feit dat het de budgetafdeling is. Dit is de budgetafdeling, maar nog steeds hebben we hier te maken met rond de €400 waarde. Eén beeld? Eén beeld, ja. Dus dat andere beeld, dat is ook in die richting dan? Okay. Ja. En wat had het gescheeld? Laten we dat toch maar even vragen. Stel dat het wel brons was geweest in ivoor. Dan hadden we er zomaar €1000 bij op kunnen tellen. Ja. 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 Maar naar verhouding was dat toen ook zo, denk ik. Niet geen €1000, maar naar verhouding wel. Ja. Dat waren toen ook de duurdere dingen. De komende weken willen we eens nader kennis maken met onze taxateurs. En deze week zijn we te gast bij Geralda Simonis in Ede. We kennen haar natuurlijk als deskundige op het gebied van schilderijen, maar we kennen haar ook als restaurator. En ze is bezig. Geralda, waar ben je mee bezig nou? Nou, je noemt het inreduceren van de vullingen, van de mastiek eigenlijk. Je ziet hier, dit schilderij heeft eigenlijk al veel behandelingen gehad. Hè? Het is geïmpregneerd aan de achterzijde met een kunstwashars. En er is de verf weer goed mee vastgezet, maar omdat in het verleden hier die verf los zat, heb je wat schade. Dus dat heb ik gevuld op de meeste plaatsen al. En die ga ik nu eigenlijk in de kleur maken. En hierna dan krijgt hij nog een vernisje en dan is het eigenlijk klaar. En dan ziet niemand dat jij eraan gezeten hebt? Als het goed is niet. Wat geeft jou de meeste voldoening bij dit werk? Het wisselt wel een beetje. Wat ik erg leuk vind is als je een schilderij hebt bijvoorbeeld met heel veel losse verf. En dat kan ik allemaal weer netjes op de plek vasthechten waar dat ooit gezeten heeft. Ja, dat is natuurlijk mooi, want dan ga je weinig nieuwe materialen toevoegen en dan conserveer je het goed. En dan heb je zo'n schilderij als de mensen niet gekomen waren en de verf was verloren gegaan, dan zit het in de stofzuiger. Dan krijg je een enorm grote restauratie. Dus het mooiste is eigenlijk als je het zo weer vlak kan leggen en dan hecht je dat. En natuurlijk schoonmaken van een schilderij, dus echt de vernisafname, is altijd alsof je de vuile vitrage open doet en dan heb je een verrassing. Wat is hiermee aan de hand? Wat ga je hiermee doen? Nou, dit is gewoon een traditionele reiniging. Dit is een schilderij waar ik denk een 30 jaar niks aan gedaan is. En dan zie je heel goed die harsen die vergeeld zijn. Dan zie je een paar oude overschilderingen. Die
Ja, die zijn heel erg verhard. En dat zijn typisch olieverfoverschilderingen. Want met een los pigment zou je nooit zo'n grote retouche maken. Ik heb dus van tevoren al bepaald welk oplosmiddel prettig werkt bij dit schilderij. Dan zit je vaak met een menging van wat oplosmiddelen. Want je moet natuurlijk wel de vernis oplossen, maar niet de verf. Dan heb je een probleem. Hoe oud is dit schilderij? Nou, Peter, ik denk toch wel 140, 150 jaar oud. Dus als je dat eigenlijk gaat bekijken, dan is het conditioneel nog wel heel, heel goed, hè? Ja, ik bedoel, hoe zien wij er straks uit? Ja, nee, dan weer wel, ja. Ja, we hebben heel wat meer krakelé, denk ik. Wij zijn heel erg keurig met materiaalkeuze en heel behoudend. En dat was vroeger, werd daar niet zo over nagedacht. Dan zet je een lichtje erop en maakt je hem iets leuker. Tenminste, hè, 30, 40 jaar geleden gebeurde dat gewoon. Dat je gewoon het schilderij een beetje veranderde, omdat het dan leuker werd. Ja, weet je, er was natuurlijk geen regelgeving voor. Nu hebben we allerlei ethische codes waar we ons aan hebben te houden. En met alle plezier, hoor. Maar vroeger was dat een hele andere benadering. Wat is het mooiste wat je ooit gedaan hebt? Ik denk toch wel Hendrik van Balen, wel Breugel. 17e eeuw schilderij, groot schilderij. Ja, zo bijzonder. Apollo en de negen muzen. Hoeveel was het waard? Ja, het is een beetje rekbaar begrip. Maar... Ja, er is er ooit één verhandeld voor vele miljoenen. Van dezelfde twee schilders samen. Die maar hoe relaxed zit jij dan nog te werken? Als je weet dat dat miljoenen waard is? Als je weet wat je doet, maakt het eigenlijk feitelijk niks uit. Ik moet zeggen dat ik nog beter let op de conditie in het atelier. Hè? Luchtvochtigheid en temperatuur, dat stabiel is. En je zal het altijd heel erg netjes wegzetten. Vooral transport is altijd natuurlijk wel een risico. Maar feitelijk, als je ermee aan het werk bent... Ja, je begint met vernisafname met een zwak oplosmiddel... en je bouwt het op tot waar je... Hè? Je gaat niet aan een gevaarlijke grens. Je gaat gewoon dat het goed gaat en dat het lekker gaat. En, ja, je moet ook niet zomaar met iets beginnen. Je test eerst en dan... Ik moet zeggen dat ik daar geen verhoogde hartslag van krijg, hoor. Het werk wat jij doet, dat is eigenlijk... moet zodanig gebeuren dat als het klaar is... kan niemand zien dat je wat gedaan hebt bijna. Dan moet het weer terug zijn in de oorspronkelijke staat... zoals de schilder het bedoeld heeft. Ja, niemand praat meer over je. Het schilderij is weer mooi. Is dat niet een beetje jammer? Ja, soms denk ik wel eens, als er iets heel veel schade gehad heeft... en ik heb bij wijze van spreken echt een percentage van 20%. Soms moet je ook bijbedenken, hè? Wat oude documentatie erbij halen en dingen. Ik denk, nou, ik zou best mijn signatuur erbij kunnen zetten. Ja, heb ik er zoveel aan gedaan. Maar dat komt natuurlijk niet zo vaak voor, hè? Dat is natuurlijk hooguit een particulier werk waar mensen erg aan gehecht zijn. Kijk, bijvoorbeeld handelaren, die kopen dat soort werk niet... want die kunnen ze niet meer verkopen. Die hebben natuurlijk veel gavere schilderijen. Een cilindrische glazen vaas met verticale belijning daarin, in het glas. Dat is de techniek die we hier zien. En daarop is beschilderd een aantal hele mooie florale decors. Bloemmotieven in emailverf. Emailverf is uitermate geschikt om op glas beschilderd te worden. Als dat erop zit, die beschildering, dan gaat het nog eens de oven in. Dan brandt die emailverf op de wand van dat glas en versmelt daar als het ware mee. Dus dat blijft heel mooi zitten. Verder is er een vergulde band aangebracht langs de mondrand van de vaas, waar ook weer bloemen op te zien zijn. Deze vaas is gemaakt bij de Petersdorfer glaashütte Frits Heckert. Dat weten we omdat die dit soort kwaliteit geproduceerd hebben. Aan de onderkant voorzien van een nummertje, nummertje 32. En dergelijke vazen stammen uit de Art Nouveau-periode, 1900-1910. Waarde van zo'n vaas? 400, 500 euro? Moet u aan denken.
Ja, we kijken aan tegen een, ja, ik zou bijna zeggen, een onaanzienlijk stukje klei. Maar het is iets heel bijzonders, hè? Ja. Ja, daar zijn we inmiddels al achter. Ja. U al langer dan wij. Maar... Ja, ik denk het wel. Ja. Wat is het verhaal? Het verhaal is, wij kwamen 20 jaar geleden in Nijmegen te wonen op het terrein van het Canisius College. En daar is een heel nieuw buurtje ontstaan. Ja, het is nu dan 20 jaar oud. Maar toen bij de eerste winter, onze tuin was nog niet klaar, het dooide. Toen ging ik stenen verzamelen, want ik wilde een rotstuintje maken. En toen pakte ik dit steentje op en dat was heel licht. Mijn hand ging zo omhoog. Ik denk, dat is een heel licht steentje. Ja. Niet echt steentje. Dus ik ga naar binnen. Het was helemaal bemodderd. En ik zeg tegen mijn man, kijk eens wat ik gevonden heb. En ik zei, gooi weg, want dat is een bom. Ja, hij zegt, dat is een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Weg te heen. Nou, oké, dus ik erachteraan. Ik denk, dat is geen bom uit de Tweede Wereldoorlog. En hij gaf me zo'n lullig emmertje met water. Hij zegt, maak maar schoon. En dan ging hij achter de keukendeur staan. Dus ik heel dapper schoongemaakt. Er stond geen nummer op. En het bleek dus van aardewerk te zijn. Ik denk, nou, een bom van aardewerk lijkt me stug. Maar wij wonen om het hoekje van Museum Kam. Mijn dochter en schoonzoon waren erbij. En wij met z'n vieren in optocht naar Museum Kam. Het oudheidkunde, het archeologische. Ja, echt het museum toen nog, hè. En die meneer die wilde het houden, want die wilde het dateren en die wilde er een scan van maken. En dat heeft hij gedaan? Dat heeft hij gedaan, heeft keurig formulier ingevuld, dat voor mij was, et cetera. En na een maand kreeg ik het terug met de tekening erbij. En wat blijkt? Het is een rammelaartje. Er zitten 5 eivormige steentjes, kan je denken, in. Dat kunnen we natuurlijk niet zien. Nee. En het is ook gemaakt voor kleine kinderen. En tot nog toe waren alleen nog maar rammelaartjes gevonden met kop en vleugels en poten als grafgift. Ja. En Halebos zei nu van Romeinse soldaten mochten niet getrouwd zijn. Die mochten geen vrouw en kinderen hebben, want de soldaat ging tot zijn 30ste mee. En dan pas, als hij ontslagen was, dan kon dat verder. En nu gaan we ervan uit dat ze dat dus wel hebben gehad hier. Maar het is dus een hele bijzondere vondst. Het is een hele bijzondere vondst. Hij zei ook, tussen Keulen en Den Haag is zoiets nog niet gevonden. En hij zegt, ik heb altijd getwijfeld aan het feit of Romeinse soldaten kleine kinderen hadden. Maar nu ga ik er echt voor 99,9% van uit dat ze het wel hadden. Ja, dit is echt een... ik wil niet veel zeggen, maar dit hoort ergens daar in een vitrine te liggen. Ja, zeker. Ja, dat zei hij. Hij zegt, u bent moreel niet verplicht om het aan het museum te schenken. Dus toen heb ik gezegd, ik heb geen moraal, ik hou het lekker zelf. Ze weten dat u het heeft. Ja, maar nu heeft ze het mij laten zien. Ja. En nu denk ik dat ik het ook... Nee, hoor. Maar dit is toch prachtig. En het heeft de vorm van een vrouwenborst. Ja, ja. En zullen we het even heel voorzichtig laten horen? Ja, heel voorzichtig. En dat is een geluid van 2000 jaar oud. Hè? Ja, en dat hou je zo in je vingers. Dat is toch ontroerend, hè, Peter? Ja. En dan komt gewoon, op een middag komt die vrouw aan. En is allemaal dus gescand, bekeken. Hoe is dat nou fantastisch? Dat heet nou toch echt schatgraven, hè? Ja, dit is wel heel mooi. Prachtig, en wat gaat er hier nou mee gebeuren? Nou, het gaat wel naar het museum. Dat mag ik aannemen. Ja, maar... ze staan te trappelen volgens mij. Ja. Nou ja, dat wil ik ook wel doen. Ja. Aan het museum geven. Want de hele familie heeft het nou vastgehaald. Ja. En iedereen heeft ervan kunnen genieten. Ja. En ik denk, daarom ben ik eigenlijk ook gekomen. Ik vind ook dat de Nijmegenaren daarvan moeten kunnen genieten. Ja, dus want dat komt hier uit de Nijmeegse bodem. Ja. Wat willen mensen nog meer? Ja. Het vertelt bovendien het verhaal dat het waarschijnlijk bij die legerkamper gezelliger was dan wij tot nu toe gedacht hebben. Ja, toch? Ja. Ja, dat de vrouwen en kinderen rondliepen. Ja. Dat maakt het toch wel bijzonder, het hele verhaal. Ja, zeker. Ja. Ja, nou ja, dat is ook zo. En ik kan me ook wel voorstellen dat in zo'n gebied waarvan ze zeggen, nou, vrouwen en kinderen dan maar niet. Zeker tot het 30ste jaar. Maar ja, goed, toen je houdt het niet tegen, denk ik, hè? Nee, ook dat niet. Nee. Dat vermoed ik. Maar. Voorzichtig. Ja, zo'n kindje houdt het niet vast. Zo'n rammelaartje, zo'n speeltje. Je moet niet denken aan een rammelaar zoals wij denken voor een baby.
Nee, dit is voor ouderen. Dit is voor oudere kinderen om dat je geluid kunt maken. Hè? Dat je, hoe doe je dat, waarin en hoe. En dat vind ik wel heel mooi. Dus je moet niet voorstellen van, dat je dan weer van die vragen krijgt van, ja, een baby houdt dit niet vast of zo. Want het is net als bij ons natuurlijk zo'n rinkelbel. Dan kunnen de kinderen ook niet vasthouden, een baby. Hè? Dat heeft misschien vaak doe je dit wel boven het gezicht van een baby. Ja, de baker had een ketting en daar, hè, als ze zich dan vooroverboog, dan rammelde dat natuurlijk. Ja. Dus ja, misschien heeft hier een houdertje omgezeten van leer ter bescherming of zo. Hè? Mm-hmm. Ja. Heeft zoiets toch een waarde? Ja, natuurlijk. Wat je maar bedenken kan. Ja, dat lijkt me zo lastig. Ja, nee, niet in geld. Dat kan je niemand zeggen. Er is geen tweede van. Maar ja, ja. Nou, ja. Hoeveel geld wil je betalen om dit in je vitrine te hebben liggen? Ja, toch wel? Zien. Van vette Friese zeeklei kunnen door pottenbakkers prachtige schotels gedraaid worden. Hier zien we een voorbeeld van een dergelijke hele diepe schotel met erin een hele zinnige spreuk. En daar staat: alle dingen zijn haastig door den Heren. Een zeer duidelijke boodschap. En dat is gevat in een rand met bladmotieven in de kleuren paars en blauw. Deze schotels werden massaal gemaakt tussen 1850 en 1900 in Harlingen en in Makkum. Deze schotel is naar mijn idee gemaakt in Makkum. Iets minder felblauwe kleur werd daar gebruikt. Maar is op zich een misbaksel. Dus het is de pijn van de pottenbakker die hier gezien is doordat de schotel te warm gebakken is in de oven. Hier is ook de glazuur wat uitgelopen. Desondanks een fraaie schotel met een waarde van 250 euro. Ik mag aannemen dat waar we naar kijken dat zilver is. Kijk even, knik. Ja? Ja. Het is zilver. Is zilver. Ja. Het is van u? Ja, ja, ik heb het van mijn moeder meegekregen. Die hoorde dat het programma was Schatgraven. Oh, zei ze, ik heb toch wel een doosje. Ja. Ik wil wel heel graag weten wat het is. Het zit al lang in de familie. Zij heeft het van haar moeder gekregen. En die moeder weer van haar moeder, dus van mijn overgrootmoeder is het. En die heeft het weer van de Friese doktersvrouw gekregen. Nou, ik vind het al een wonder dat u dit hele verhaal kunt terug. Ja, voeren dus tot een Friese. Het zal niet Gelders zijn, het zal eerder Fries zijn. Maar dat zou maar zo kunnen, dat weet je nooit. Nee. En waar is het voor gebruikt al die tijd? Enig idee? Ja, mijn moeder heeft er wel eens lepeltjes in. Nou, het is een open vraag eigenlijk. Waar hebben we mee te maken? Een glazen botervloot. Is het een botervloot? Oh, een pakje boter past ook precies in. Ja. En, maar het leuke is inderdaad, het is mooi uit de tijd. Het is uit de tijd net voor de Eerste Wereldoorlog. 1914 is dit gemaakt. Ik heb de jaren dat opgezocht. En in die tijd kwam bijna niets, en zeker geen zilver uit de vingers van mensen. Want er was gewoon geen geld. Hè? De crisis daarvoor en in de oorlog daar helemaal niet meer. En het leuke van deze ook, echt helemaal handgedreven. Hè? Dus ze heeft een zilversmid. Echt, met de hand, een zilversmid heeft hier weken op zitten timmeren. Dat je, nou. Ja, echt waar. Dus dat is, ik denk dat Christelle Bakt ook eerder is geweest. Het kan ook maar zo zijn dat hier ook een glazen deksel op gezeten heeft, die stuk gevallen is. En dan hebben ze gewoon een zilveren deksel erbij laten maken. Ja, dat niet bij elkaar hoort dus. Nee. De tijd is goed. Okay. De tijd klopt wel. Okay, dus dat is gewoon wel goed. Op het deksel daar zien we een mooi tafereel. Heb jij gezien wat het precies voorstelt? Ja, een ijstafereeltje. Tafereeltje. Met een prikslee, mensen die schaatsen. En het leuke, het is, wat ik zojuist ook al zei, het is echt heel mooi handgedreven werk. Het is van boven geklopt, beneden getikt. En vandaar ook al die hele leuke figuurtjes eigenlijk met die schelpjes, die takjes, die medaillonnetjes opzij. Gewoon echt prachtig gemaakt. En kan jij nou zien, want ongetwijfeld zitten er merkjes op en zo. Wie heeft het gemaakt? Wanneer is het? Nou, 1914, maar weet je ook waar bijvoorbeeld?
Dat kan ik nou net niet zien. Nee? Nee. Dat meeste tekentje is heel slecht geslagen. Daar kom je niet achter. Ja. Dat kan. En daar kom ik helaas niet achter. Maar het jaarletter is weer geweldig goed. Dus dat is dan, daar ga ik dan maar weer van uit. Ja. Ik vind, ja, dat is op zich ook niet zo belangrijk. Want er zijn er niet veel van gemaakt. Ik denk 1, 2 misschien en dan houdt het op. In 1914 toen? In 1914, oh, ja. Maar misschien, en misschien zelfs maar 1, dat kan ook. Goh. Oh, dus het is nog best zeldzaam. Ja, is het ook. De deksel sowieso. Zo'n ding is nog bij wijze van spreken nog weer bij te maken. Ja. Als je eenmaal het glas laat... ook die slijpsel is helemaal goed uit de tijd, het ruitslijpsel. Maar over hoeveel geld praten we dan? Als dat allemaal zilver is en toch een Ik denk dat je het momenteel zou kunnen kopen op een veiling of bij een antiquaire. Ik denk dat je hiervoor betaalt €1200. Zo. Ja. Ja. Dat is best veel. Maar zeker bijzonder dat het misschien maar eentje is. Ja. Ja. Ja, dat maakt het toch een beetje bijzonder, toch? Dat weet je dus ook niet, hè? Ja. Het is veel erger dan ik dacht. Ja, het is heel erg, ja. En bijna mijn hele zak vol, ja? Die ik meenam om te laten kijken van ja, wat heeft het in waarde. Ja, maar die had ik gezien, die had u laten zien. En toen dacht ik, nou ja, dan valt de schade nogal mee. Maar de rest is allemaal kapot. Alles is stuk gegaan, ja. Ja, u heeft het wel laten zien aan de taxateur? Ja, ze hebben het getaxeerd. En het was allemaal in de jaren 30 ja, en 50. Ja. Dus ja, niet echt in waarde. En ja, er waren een paar dingetjes bij die waren €30 waard. Ja. Ben u een beetje treurig ervan? Nee, helemaal niet. Nee. Scherven brengen geluk, dus nee, ik kan er niet voor treurig van zijn. Nou. Komt helemaal goed vandaag weer. Nee, neem het maar mee. Ja, dat ga ik doen. Ja. Scherven brengen geluk. En dat zijn er een heleboel, dus mevrouw zit goed, denk ik. Tot volgende week.